En wat is nou waar van het verhaal? Want dat wil ik er één keer weten. Maakt niet uit welke dat er een verslaggever is geweest van een krant die zo dronken was dat zijn collega's het verhaal hebben getypt. Is dat nou ooit gebeurd of niet? Jawel. Maar jawel, dat is meerdere malen gebeurd. Want het gekke was, wij trokken vroeger heel de wereld over. En dan had je jongens van de Telegraaf, Volkskrant, NRC, VI, AD, alle kranten. En er was absoluut geen concurrentie. We waren echt collega's. En er was destijds een collega van de Volkskrant en die had een alcoholprobleem. En ik kan wel herinneren dat ik wel eens verhalen voor de Volkskrant geschreven heb waar de mensen bij de Volkskrant niks van weten, want je liet hem niet zakken. Nee. Dan lag hij ergens laveloos en dan zeiden we, ja, dan moet een verhaaltje door. En ik was natuurlijk van een weekblad, ik hoefde niet met de wedstrijd mee te tikken. En dan zat je een stukje te maken voor. Dat waren opeens vrij positieve stukken die ze bij de Volkskrant nooit kennen natuurlijk. Dus dat nee, maar daar hebben ze bij de Volkskrant later prijzen voor gehad.